een heel mooi groen lintje. Dat is sowieso iets roods. Oh. Zo, kijk, daar staat hij. Heel mooi. Wauwie. We gaan helaas, nou ja, niet helaas, maar deze auto heeft heel veel trouwe dienst gedaan. Hele goedemorgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 17 mei 2022. Het is nu 9:15 in de ochtend. Ja, ik loop buiten en ik loop dus met de drie dames. Ja, dus en vandaag wordt het een hele leuke dag. Dus ik ga jullie heel veel plezier wensen met het kijken van deze nieuwe vlog. Ja, ik ben even ergens naartoe aan het lopen. Normaal loop ik dus daar aan de overkant, aan de andere kant, zeg maar. Maar nu moet ik wat gaan kijken of ze iets hebben. En bij de bloemenkiosk, nou, dat is om de hoek bij mij ook heel ideaal. Ja. Dus even kijken of ze het hebben wat ik wil hebben, zeg maar. Ik heb gewoon iets in mijn hoofd. Het moet zo zijn zoals ik het wil hebben, zeg maar. Ah, hello! Ik weet het even niet. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Hij heeft helemaal niks, echt niet. Ik hoop wel dat ze het hebben. En dan is het straks even heen en weer rijden. Ja, ik niet, maar ik word heen en weer gereden. Dus ja, ah, ik ben er alweer bijna, joh. Ik ben al bijna een minuut aan het lullen met jullie. En, maar ik denk ongeveer nog een minuutje, dus het is nu precies 1 minuut dat ik aan het praten ben. Ja. Dus. Ach ja. Maar daarom zeg ik al. Jullie krijgen het sowieso zo meteen te zien. Ik verraad nog niks. Hoeveel het is. Wat het is. Ik zeg helemaal niks. En voor welke gelegenheid het is. Ik ga nog helemaal niks verklappen. Gewoon totaal niet. Dat maakt het weer leuk. Toch? Ja. Dus. Ik ben benieuwd. Het. Ik heb het allemaal qua getallen in mijn WhatsApp gezet naar mijn mama toe. Dat is gewoon een geheugensteuntje, zeg maar. ja. Dan moet ik eerst kijken hoe duur het is. Wat ik allemaal wil. Ja. Het is wat. Het is wat. Dus ja, we gaan het meemaken. We gaan het zien. Het is na 2 minuten. En ik ben er bijna. Het is precies, nou, wat zou ik zeggen. En dan ben ik even iets later gaan filmen. Maar ik zie al de mooie bloemetjes. Kijk eens hier. Kijk, dat bedoel ik. Dus ik ga even kijken. En jullie zien het zo meteen. Nou, ik kom dus vanaf daar vandaan. Loop ik weer de route hoe ik altijd tegenwoordig loop met honden. Dan denk ik, ik ga het bestellen. Is het momenteel één grote chaos bloemenveiling. Normaal weet ik, hebben ze het altijd. Maar nu, dus helemaal niks. Dus ik ga nu even naar de winkelcentrum. Waar ik eigenlijk dus niet naartoe wil. Dan denk ik, nou, dan ga ik even bellen. Maar ze hebben niet eens een telefoonnummer. Hoe dan? Dus ja, ik loop wel even naartoe. En dan hoop ik dat ze daar hebben. Anders moet ik wat anders gaan verzinnen. Het
Zo, ik ben dus alweer een tijdje thuis, maar ik heb daar wat moois liggen. Ja, dat ga ik dus namelijk even aan jullie laten zien. Want dat gaat zometeen weer ergens anders in. Ja, en dat zien jullie dan pas vanmiddag pas weer. Ja, kunnen jullie zo lang wachten? Ik het wel. Dus kijk even wat ik heb gehaald. Oké, een heel mooi groen lintje. Dat is sowieso iets roods. Oh, kijk eens hoe mooi. Oh. Is die nou mooi of is die mooi, jongens? Hij is gaaf, hè? Ja. Ik ben er heel blij mee. Let even niet op, deze troep hier, maar oké, maakt niet uit. Hij is gaaf. Oh. En deze vindt het ook leuk, want ze gaat piepen. He, maar het is niet voor jou bedoeld, schat. Nee. Nee. Hi. Het is ook niet voor jou bedoeld. Nee, ook niet. Jammer, hè? Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja. Dat weet ik. Ja, goed, hè? Ja. Top, hou we zo. Zo, sta nu lekker eventjes bij de auto. Die heb ik al hier eventjes. Ja, helemaal top. Even wachten op de buurman. Ja, zodat hij komt. Ook helemaal goud, helemaal top. Ja, we wachten maar even af. Het zal moeten. Nou, Ro is al bijna hier. De bosbloemen, die heb ik al dus namelijk gebracht. De auto was op dat moment en bij de poetser. Maar dat weten ze ook dus nu nog allemaal niet. Nee. Ik zal even de deur open doen voor hem. Want de douche die staat al aan voor hem. Ook dat nog. Ah, handig. Kom eens aan de kant. Hé, hey, niet zo blazen. Hij schat. Hé, hey. Hey, kijk daar hebben we hem. Ja, ga jij eens aan de kant. Hij. Ja. Ja, nee, dat maakt niet uit. Dat is omdat de deur open staat. En daar de deur open. Dames, kom, ga eens aan de kant. Kom. Lopen, kom op. En we hebben niet zo heel veel tijd vandaag. Dus. Nee. Want papa die moet nu eventjes een beetje rapido, want om 4:30 worden wij verwacht. Dus, ja. Die is daar, hartstikke fijn. Zo. Heb je er zin in? Dankjewel. Dat is mooi. Ik ook. Zo, we zitten in de auto, hè schat? Ja, kijk nog maar eens hoe goed het is. Deze mooie auto. Het is een beetje opgeruimd, hè? Zeg maar. En heel erg mooi schoongemaakt. Ja, ook dat nog. Dus ja, we zijn dus even onderweg. En ik laat jullie eventjes een beetje de route zien. Dat is leuk.
Gelukkig maar. Goed om te horen. Heb je vanmorgen even gewerkt? Of? Ja. Goed zeg. Waarom? Nou, gelukkig maar. Gaan we een kopje koffie doen of wat voor een thee? Een thee? Ja. Nou, neem lekker zit. Oh, ik ben aan het filmen. Ja, tuurlijk. Oh. Willen jullie dan ook weer wat drinken? Glaasje water. Ja, een glaasje water. Doe mij ook maar water. Ja. Ik heb het al warm genoeg, vriend. Okay. Heb je er een beetje zin in, schat? Dat is spannend. Hoezo spannend? Zeker. Spannend, shaken. En wat nog meer? Zeker weet ik het. Wat? Weet je het niet meer? Waarom weet je het niet meer? Oh, oké, dat is mooi. Wat is? Ja, dat is onbelangrijk even op dit moment. Ik weet wie het is, dus. En het staat er ook continu hier op dit moment in de buurt. Ja, dat is mooi dat het zo. Maar smaakt je thee een beetje? Wat gaat er allemaal door je hoofd heen? Vertel het eens. Ja, spanning. Waarom spanning? Ja, geen idee, maar spannend. Een soort van druk, zeg maar. Ja. Ja. Het is gezonde spanning. Je krijgt een mooie auto er weer mooi voor terug. Mooie auto. Krijg ik hem van jou? Dank je. Lekker peur, jammer joh. Maar je hebt er dus wel zin in zo meteen. Denk het wel. Mooi zo. Jou ook ja, misschien lekker, straks. Straks misschien even. Nee. Zo, kijk, daar staat hij. Heel mooi. Wauwie. Ja, ja. Hij is gaaf. Nu eigenlijk al, hè? Nu al. Ja, ja. Rood is niet echt mijn lievelingskleur, zeg maar. Maar hè? Je moet iets halen. Ja. Oh. Sorry. Ja. Gaan we de magroomzond er vanaf trekken. Ja. Helemaal leuk. Helemaal top. Leuk toch? Ja. Alles geregeld. Spannend en lief. Nou, dan ga je denk ik toch maar even bij de nieuwe auto kijken. Ik wil net zeggen, gaat het nog met spanning? Ja, maar ja, weet ik niet. Ik heb je zonnebril lief. Zeker. Mogen jullie hem lekker onthullen? Ja, hij, die daar. Het is zijn auto. Ik wil net zeggen. Kijk, ik dan en ik. Ja, denk ik wel. Mooi. Toch, ik kan alles gewoon even laten liggen, dan komen we zo weer terug. Zo, dan gaan we die kant op. Ja, dan mogen jullie bepalen voor de film hoe jullie dat het leukste willen doen. Komt helemaal goed. Ik volg jou, schat. Oké. Okay. Waar en waar staat hij? Nou, heel goed kijken. Waar en waar zou die staan? Waar zou die staan? In buiten. Kijk eens heel goed om je heen. Nee, in rood, maar dat is het niet. Ga daar eens naartoe. Je mag hem ervan aftrekken, schat. Ja. Ja. Deze kant op. Deze kant op. 1, 2. Nee joh. Daar is het voor gemaakt. Tadaa! Heel goed hoek.
meter boven. Bijna. Nou, doe hem eens open. Is die mooi? De vliegen, zeker. Ik ga even eromheen lopen. Helemaal de spanning ervan. Kun jij straks ook ons nog eventjes leren hoe dat moet en met die Seat Connected? Ja, ik ga zo allemaal zo even kijken. Zeker weten. Veiligheid, veiligheid. Veiligheid voor je vallen. Ik kan er gewoon in zitten. Ik zou zeggen, hartelijk gefeliciteerd, want daarvoor ben ik heel dus foto's maken. Nou, kom eens even aan de voorkant. Ja, zeg het. Gaat hij ook aan die kant zitten? Ja, loop los. Die aansteken dat komt wel later. Gelijk alles kijken, hè? Zit hier nou weer de knop? Check. Wat is dit? Nee, maar ik zie hier en hier ook wat moois. Lief. Huh? Ja, bloemetjes, dat zei ik al. Dat is afstandsbediening. Voor jou. Oh. Nou, en ga eens op en op je eigen stoel zitten. Ja, nou. Dat is wel de belangrijkste stoel. Ja. Net zeggen. Nee, hij mag mezelf het eruit pakken. Hij mag jezelf uitpakken. Die kan altijd nog komen. Hè? Daar moet je even nou niet zo druk om maken. Ja, dat is mooi. Ga nou zitten in je auto. Eerst even die bloemetjes. Nee, nu ga ik eventjes. Ja. Ga zitten in nee. En die bloemen dan. Hou hem vast. Nee, dat is niet onhandig. Nou ga ik eventjes de baas spelen, vind ik leuk. Ga nou eens kijken op en op het kaartje, lief. Hallo, schat. Pak hem eens. Ga jij zitten. Maar pak die mooie bloemen. Roos is even. Kijk eens op het kaartje. Ja, er zit een kaartje bij. Hoe toevallig. Alsjeblieft. We gaan helaas, nou ja, niet helaas, maar deze auto heeft heel veel trouwe dienst gedaan. Dus ja, het was onze huwelijkscadeau eigenlijk, zeg maar. Ja, heel raar. Dus mocht je nog mij willen volgen, ik zou zeggen, doe dat dan vooral. Kijk, hier staat hij. Ik zou zeggen, mij lekker volgen, helemaal top.
Heb je alles er nu? Mam, geef dan het tasje aan mij. Ja, is goed. Best. Toppie! Heb je alles eruit? Nu? Mooi, dan gaan we zo lekker rijden. En met een nieuwe auto. Gewoon eventjes, lekker eventjes on tour, schat. Even. Dat gaan we wel even doen. Even gelijk dingen even uitvinden. Lijkt me handig. It's been a while. It's been a while. But I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now. I hear you calling out. I hear you calling out for love. Ain't nobody here now, but I hear you calling out. I hear you calling out for love. And I hear you call. En daar woont Gio. Kijk, en daar komt hij weer aan. Kijk hem eens shine in zijn auto hoor. Kijk hem eens shine. Kijk hem eens shine dan in zijn auto. Kijk hem eens shine dan in zijn auto hoor. Nou, nee. Ga er lekker achter die Twingo staan. Wat is het dikke idee? Waarom? Wel nee. Oh, maar Ruud. Alleen je moet hier altijd weer op elkaar staan, hè? Heel rustig, heel rustig. Houd maar. Hi Anna, hij heeft geld hoor voor ons allebei.
creepy lopen. Dit is creepy lopen. Dit is creepy. Hij doet hem hier zelfs, hè, kikker? Mm-hmm. Nee, en omhoog. En gas erop. Wat heb ik voor auto's? 1, 2. Toyota, kom op. Yes. Recht door, ja. Ja, volgens mij komt dit natuur jullie heel erg bekend voor, waarschijnlijk. Want ja, Gio die woont hier in de buurt, hè, vanzelf. Want we gingen, dus namelijk, zoals jullie weten, via Kinderdijk. Want het was net namelijk overal vol op de hele, op de alle snelwegen. Dus dan maar een beetje binnendoor, dat is ook handig. Dus ja, en dan gaan we weer naar links. Zo, nu is het even wachten op Ro, want die heb ik net gebeld, want ik zag dus namelijk deze. 3 pakken ervan. Ja, van Campina, zacht en luchtig, banaansmaak. Dus Ro die komt zo meteen deze kant op, helemaal goud, helemaal top. Ze blijven even hier wachten. Maar dan hebben we al heel wat gedaan, hè, vandaag. Dan ben ik 1 keer met de buurman eventjes op en neer geweest, om het eventjes in de auto te laten leggen. En dan, ja... Vanmiddag de andere auto opgehaald. En dan vanuit daar helemaal naar Zwijndrecht gegaan. Naar Zwijndrecht naar de McDonald's, waar daar wat gegeten. En vanuit daar hier bij de Jumbo. Naar Campina. 3 pakken voor 50 cent. Ja, niet 3 voor 50, maar. Huh? Welke muntjes? Wat? Muntjes. Welke muntjes? Maar wil je ze, ja of nee? Mooi, doe dan even het lekker in de... Doe ze hier dan in, mag jij ze lekker dragen. Dat dingetje. Oh, ja, maar dat is voor nieuwje. Oké, alsjeblieft. Ja, Roos wil je wat aan het zoeken, alleen ik weet niet wat. Dus ik vraag net al van wat en hoe en wie. Ja, muntjes, wisselgeld. Ik weet niet waar die het vandaan haalt. Wisselgeld, maar helemaal onder in zijn broekzak. Komt wel goed, schat, alsjeblieft. Ja, ja. Dus. Ja? Ja? Mooi. Mag jij deze dragen? Dan ga ik ergens anders naartoe lopen. Want ik wil slapen van straks. Ik ben echt kapot. Maar we gaan eerst even nog even naar mijn schoonouders auto laten zien. En dan vanuit daar mag ik even de hondjes uitlaten. En dan mag hij ook zo lekker naar huis. En dan ga ik ook lekker slapen. Ja, degelijk wel. Degelijk ga ik dan nog lekker slapen. Dus ik ga ook lekker vroeg mijn nest in. Hey meiden! Oeh! Hey meisjes! Hey kinders! Hey dan! Hey lovely! Kom maar naar binnen, kom maar.
Nee, wachten jullie netjes op en op de baas. Ja, maar eerst lady. Eigenlijk eerst jij, lady, en dan de zusjes. Ja, ja. Ja, ja, en daar staat hij dan, mensen. Ja. De mooie auto. Ja. Daar staat hij dan, hè. Hij is zo mooi. Zo gaaf. Oh, wat zijn we er blij mee. Ja, Ro is er blij mee. Zou ik dat maar zeggen. Hi. Oeh, mooi auto. Ja. Niet meespelen, zegt hij ook nog. Maar hoe was jouw dag vandaag? Vertel het eens. Sinds vanochtend was het vermoeiend om vroeg op te staan naar de zaak. Ja. We hadden even vermoeiende dingen doen. Uh-huh. Nieuwe schoenen uitproberen onder andere, dat was wel lekker. En hoe lopen ze? Ze zijn warm. Ja. Maar het loopt op zich prima. Alleen om ze dus aan te trekken was even een klein beetje een issue. Uh-huh. Omdat het ook nieuwe schoenen zijn, dus die passen wat moeilijker. Uh-huh. En nou, toen maar naar jou toe gereden. Die verkleed toen weggegaan. En die kar daar bemachtigd. Welke kar? Die kar die daar staat. Waar? En waar staat die? Die daar. Naast die rode. Wel naast? Ja, daarnaast, ja. Kun je me eens even laten zien dan? Heel mooi. Een hele mooie sleutel. Een knopje indrukken. En lampjes aan. Je weet, oh, daar staat mijn auto. Ja, en dan? Nee, dit knopje indrukken. En dan gaat hij weer uit. Ja, weer uit. Dus, maar hoe was alles qua... had je het even verwacht hoe het zou gaan gebeuren? Nou ja, het wachten is natuurlijk altijd anders dan wat het werkelijk wordt. Nou, maar vertel. Dat was wel aardig. Vertel, wat heb je allemaal mee en gemaakt en dat je dus die auto ging ophalen? Nou, dat was eerst even een praatje. En, ja. Nou, dat was wel leuk. Even een oude praatje aan de andere auto dan. Ja. De spullen eruit halen. Mhm. En ja, of alles compleet is. Ja, steeltjes, overdracht, pasje, verzekering, kentekenbewijs, weet ik het allemaal. Ja. Overdrachtscode. Ja. Allemaal ingeleverd. Ja, mooi. En toen was er ineens een fotograaf om mijn foto's te maken. Ik kende hem eerst niet, maar later zegt hij: oké, dat ben jij geweest. Zo leuk. Ja, als je iemand in het donker tegenkomt, ja, dan zie je niet hoe hij het licht eruit ziet, natuurlijk. Nou ja. Zeker niet in een andere setting. Nee, klopt. Kijk, kom je hier tegen in dezelfde setting als je eerst kent, dan vind je: oh ja, dat ben jij weer. Mm-hmm. Nou. En die zat zelf foto's te maken van mij en van jou en van de auto en dergelijke. En dat was wel grappig. Oké, en hoe vond je de auto aan? Er zat een rood doek overheen. Ja? Dus ik zag hem eerst niet. Ja? Ja, rood. Je kijkt naar een grijze kleur. Je ziet er rood, je ziet zwart, wit. Nou, alle kleuren behalve die grijze. Uh-huh. Dus je kijkt eens goed. Nou, pap, maar zag ik dat? Oh, die rood, dat is geen kleur, dat is een doek. Ja. Dan ziet hij daar wel in. En dat bleek ook zo te zijn. En voor de rest? De rest was het mooi. Alleen het reservewiel ontbreekt, maar dat schijnt niet meer nodig te zijn. Oké. Okay. Ik vind het een beetje vreemd, maar... Dat ze dus een service hebben van komen je helpen. Oké. Okay. Ja goed, als ik hier met een lekker band sta en ik moet een half uur wachten... Ja, en dat schiet niet op. Niet echt. Ja, kijken of ik ergens een reservewiel kan krijgen. En maar het was dus wel een geslaagde dag? Dat denk ik wel, ja. Mooi. Een dag om nooit meer te vergeten, denk ik, of zo? Nooit meer te vergeten, nou. Dat weet ik niet. Ik vergeet nog wel eens dagen. Oké. Okay. Maar dit is wel een heugelijke dag, laat ik het zo zeggen. Dat is mooi. Toeteren. Even toeteren. Ja, dan hoor ik het.
Even. Doet hij niet. Zo, dat was weer eventjes een dagje voor mij wel weer. Ja. Ik zit nou lekker op bed. En ja, dan weten jullie het wel. Ik ga de vlog lekker afsluiten. Dus, ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Abonneren, belletje aan. En laat eventjes een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao!